Goedemorgen, ik ben onderweg naar Lelystad, naar A&B Fashion. En dat is een bruidsmodezaak, gespecialiseerd in grote maten voor zowel vrouwen als heren. En ik heb nog nooit in mijn leven een trouwjurk aangehad. En ik heb ook geen groot nieuws, ik ga ook niet trouwen. Maar ik wilde natuurlijk wel heel graag weten hoe het eruit zag. En ik neem je natuurlijk mee. Ik ben benieuwd. We zijn er bijna. Nou, we zijn er hoor. We kunnen kijken. Een soort van Walhalla. Om in een winkel als dit te zijn, met allemaal jurken, die ik waarschijnlijk gewoon pas. Of tenminste, daar ga ik eigenlijk wel vanuit. En ik ga er nog niet aan zitten, maar oh, ik zie alweer allemaal mooie dingetjes. Excited. Ja, dan gaan we deze doen. Dit is echt de balkaan, dat is echt de prinsessenjurk. We gaan een trompetje pakken. Oh, ik denk echt niet dat dat bestaat hoor, jongens. We gaan ook weer gewoon een rustige. Ja, dat is toch wel mijn ding, volgens mij. Ja. En we gaan een mermaid doen. Dus laten we hiermee beginnen. Yes! Oké. Nou, het begint dus met een torchelet. Ik vond het nu al mooi. Laten we gaan. Nee, het is zeg maar een torchelet. Dus ja. Wat zei je? Een halve cup? Een halve cup. Dus anders dan een corset? Ja, een corset heeft ijzeren belijnen en die draag je zeg maar over je kleding. En een torchelet heeft plastic belijnen en die draag je onder je kleding. Oh, nou, het zit heerlijk hoor. Dus ik hou hem aan. Nee, oké. Nou. Dan gaan we beginnen. Oh, wat is dit dan? Dit is je onderrok. Dit is je hoepelrok. Die vind ik iets minder charmant. Ja, leuk hè? Nee, die is leuk. Moet ik eigenlijk al schoenen aan of kan dat achteraf? Nee, dat zou ik achteraf doen. Ja. Oh jongens. Nou, we gaan eens even een gebakje maken. Ja. Cupcake in the making. Oh. Als je niet flauw wilt van de spanning, dan is het wel van dit. Ja. En dan, dat doe je. Nou ja, soms kan het, ja, weet je, pasjurken zijn natuurlijk nooit helemaal op iemand zijn maat. Dus we willen hem ook niet dat als je hem showt naar degene die erbij zijn, dat ze kunnen zien wat je eronder aan hebt. Oh ja. Dus dan werken we dat altijd netjes even weg. Oké. Okay. Ja, als jij hem nog vasthoudt inderdaad. Het is niet te strak hoor, het is gewoon even wennen. Het is altijd wennen, want het zit natuurlijk niet zoals jouw gewone kleding. Het is de allereerste keer in mijn hele leven dat ik een bruidsjurk aan heb. Het is een ballgown model. Ik zal hieronder alle details achterlaten. Maar oh, ik voel me echt een prinses hierin gewoon. Het is echt zo'n, wat je van vroeger in gedachten had, als een soort van sissy jurk, zeg maar. Het heeft tulle, kant en glittertjes, maar niet too much. Ja, ik vind het echt zo ontzettend mooi. Ik voel me er ook echt heel mooi en vrouwelijk in. Oké, Evelien, dus wat hang je nu voor lapje over mee? Ja, dat lapje, dat zijn schouderstukken. Ja, en, maar dat kant is niet hetzelfde. Nee, maar dat kan wel in dezelfde kant gemaakt worden als je jurk. Oh. Maar dan heb je in ieder geval een idee, als je een mouwtje wil, hoe het eruit ziet. Oh, kan dat ook met een langere mouw? Of alle kanten? Kan alle kanten. Je kan de meeste zeggen van, nou ja, ik wil hem tot hier. Hè, omdat je nu wel je bovenarm accentueert door het kapmouwtje. Of dat ze zeggen van, nou, ik wil hem kort, ik wil alleen hè, een bandje. Zo, dan kan dat ook. En wat heel veel bruiden willen is dat de rug bedekt is. Ja, dus als je dat nu kan ik kijkt, me wel nu, voorstellen. Ja, waar je rekening mee moet houden als je een jurk komt passen, dat het nooit jouw maat is. Nee. Dus dat er altijd wat aan moet gebeuren. Dus als je nou omdraait, dan kan je zien dat je bij deze een klein beetje een rugdecolleté hebt. Ja. Nou, die moeten we wegwerken. En dan komt het dat hij hier eigenlijk net iets te klein is. Dus als hij op jouw maat is, heb je dat niet. Okay. En dan kunnen ze ook nog zeggen van, nou, ik wil dit keyhole, want zo noemen ze dat. Ja. Dat wil ik niet. Dus dan maken we hem dicht. Dan zie je hem helemaal niet. Dus je kan hem eigenlijk helemaal customizen zoals je het zelf wil. Zoals je het zelf wil. Ja. Ja. Oeh, dat brengt nog meer perspectief. Ja. Sorry. Ik hou hem hier bij de rit van. Zo, ja. Moet hier mijn armen door? Ja. Dan moet die armen helemaal, door. Ook bij dit? Ja. Het is een off-shoulder. Vandaar. Ik dacht dat het daar. Ja, nee, een off-shoulder. Even. En hier zit een rits in. En hoe heet dit gevalletje? Dit is een mermaid. Komt het nog goed? Dat komt zeker nog goed. Het zijn wel sterke jurken.
mermaid dress aan. Die is van boven dus aangesloten en dan loopt die onderwij eruit. Ik vind het aan de achterkant op zich wel mooi. Je ziet wel echt goed dat het mijn maat niet is. Ik ben van boven een maat kleiner dan van onder. Dus hij zit hier ook vrij strak en dan hier vrij losjes. Dus dat moet je er eventjes niet bij bedenken. Dit is een type jurk waarvan ik altijd heb gezegd dat ik dit nooit zou dragen. En eigenlijk ben ik wel blij dat ik het aan heb gehad. Want nu weet ik het ook zeker. Ik voel me hier lang niet zo mooi in als de vorige jurk. Maar dat gezegd is het natuurlijk wel gewoon een hele mooie jurk. Dit is echt de jurk die ik zelf in gedachten had. Zwierig. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, hij zit heel erg lekker. En ik denk dat dat eigenlijk wel heel erg belangrijk is op zo'n grote dag. Ik vind hem heel mooi. Eigenlijk ook omdat hij zo saai is. En daar hou ik eigenlijk heel erg van. Ik voel me hier ook echt heel erg mooi in. Dit is wel echt een jurk die ik zou kiezen, denk ik. Je ziet het wel, hier voel ik me echt een prinses in. Het is een ball gown, of ja, sissy jurk, prinsessenjurk, noem het wat je wil. Hij is ja, een soort licht roze, hele zachte kleur, heel mooi. Wat ik ook heel erg mooi vind is dit in mijn taille, want dat accentueert mijn taille. Ik heb alleen voor deze jurk niet genoeg borsten, dus ik zit er wel ingesnoerd. Maar dat kan helemaal op maat gemaakt worden. Maar ik vind deze heel erg mooi, omdat, wat ik net al zei, ik hou wel van saai. Maar dit maakt het dan toch weer wat feestelijker, wat zo'n dag natuurlijk ook is. Oh, en mijn zus, die staat achter de camera en die gaat zo'n beetje dood. Omdat ze hem zo mooi vindt, toch? Ja. Heb je nou tranen in je ogen? Ja. Jee, maar wat mooi. Oh. Ik voel er ook heel erg mooi in. Oh. Dat is toch eigenlijk... Oh, wil jij hem aan? Nou ja, ik ga niet trouwen, dus jij kan hem aan. Oh, hij is echt heel mooi. Ik heb hier weer een ball gown of een A-lijnjurk aan. Deze noemde ik al het gebakje vanwege alle ruffeltjes. Ik moet eerlijk zeggen, normaal als ik zulke jurken zag, was ik er niet zo heel erg enthousiast over. Maar nu ik hem aan heb, voel ik me er echt heel erg mooi in. Ook deze heeft een ja, rustig bovenstuk. Uiteraard te groot, hè, kan allemaal op maat gemaakt worden. En dit vond ik eigenlijk heel erg opvallend toen ik de jurk op het hangertje zag. En Evelien zei, joh, je moet dat gewoon even aanzien. Eenmaal aan ziet het er anders uit. En dan ben ik het helemaal mee eens. Ik vind het niet eens meer too much. Ik vind het eigenlijk gewoon heel erg mooi. Een heel mooi gebakje. Evelien, wat vind jij van deze jurk? Ja, hij staat prachtig. Zeker mooi in smaak, hè? Smalle taille erin, mooie décolleté. Dus we laten nu het mooiste zien. De lengte is ook goed. Sommigen denken hij is te kort. Ja, maar als je staat met een hoepel erop, dan is je jurk zo. Ga jij lopen, dan is het net iets te kort als je, hè, voor het gezicht. Ja. Maar als je gaat lopen, dan gaat je jurk naar beneden. Kijk, en dan is hij eigenlijk alweer te lang. Dus dan ga je erop staan. Dus vandaar dat je ook een mooie hoepel, hè? Misschien even laten zien, een mooie hoepel eronder, hè? Om je benen vrij te houden. En dan heb je ook loopruimte. En je loopt niet je jurk tussen je benen. Als je dan netjes je jurk recht doet, hangt hij net iets boven de grond. Maar als je gaat lopen, dan gaat hij recht vallen. En dan zie je dat hij eigenlijk alweer te lang is. Dus als je er niet op wil staan... Moet hij, als je zo staat, net iets over de grond, boven de grond komen. Oké, dus de lengte is nu goed? De lengte is goed, ja. Nou. De jurk die ik nu aan heb is een Fit & Flare. Die zit dus wat meer aangesloten. Loopt aan de onderkant iets wijder uit. Is gemaakt van kant.
Ik vind het ook echt een hele mooie jurk. Ik vind hem wel wat traditioneler. En voor mij doen misschien ook wel ja, iets te gewoontjes. Maar ik vind het wel echt ook een hele mooie jurk. Ik vind dat hij mooi zit. En ik moet zeggen, ik vond dat strapless toch nog wel iets trouwjurkeriger, denk ik. Dus misschien dat ik het daarom ook minder een bruidsjurk vind. Ik vind de jurk, ik vind het een beetje zo'n jurk voor als je een beachwedding hebt, denk ik. Wat mij betreft mag er nog wel wat bij. Dus ik dacht, misschien is het leuk om een riempje te proberen. En ja, Evelien heeft volop riempjes. Oeh, vasthouden. Ja. Dan het smalle gedeelte. Oh, misschien je smalle tong. Ik voel niks meer met al die lagen, maar ik denk dat dit mijn smalste gedeelte is. Leuk accent erbij. Toch wel heel erg mooi. Weer een ballgown. Dit is ook eigenlijk met die, ik weet niet of je het goed kan zien, maar er zitten dus her en der van die steentjes. En dat is nou, de enige jurk waar ik me ooit in heb verdiept, had dat ook. Dat vind ik er echt heel erg mooi aan. Dit is een maat 58 die ik aan heb, dus ik zit helemaal ingesnoerd. Dus ja, dit gedeelte zit uiteraard gewoon te groot. Maar wat een plaatje. Ik had wel helaas wat commentaar. Ik vond alleen dit gedeelte niet zo erg leuk. Maar voor de rest vind ik hem echt... Ja, het zou dit... Ik denk dat dit serieus voor mij de jurk zou zijn. Denk ik. Ik vind het wel heel moeilijk, want ik vond meerdere jurken echt heel mooi. Van de eerste ook echt heel erg mooi. Maar mijn zus staat weer met tranen in haar ogen. Dus ik denk dat deze ook heel mooi staat. Maar ik voel me hier ook wel echt een prinsesje in. En, ja, ik ben echt... Een muts, maar deze zit ook weer heel lekker. Dus dat is toch ook wel een beetje rare bewegingen voor mij. Maar het is wel belangrijk, toch? Nou, we gaan naar huis, kom aan. Dit is hem geworden, of tenminste, voor mij zou dit hem zijn. Ik vind deze jurk ontzettend mooi omdat hij van boven aangesloten is en onder wijd uitloopt. Vooral ook de steentjes en de manier waarop ze aangebracht zijn vind ik heel erg leuk. Het zijn pareltjes en glittertjes en allerlei ja, kleine dingetjes die, ondanks dat de jurk wat rustiger en wat saai is, hem toch net eventjes wat mooier maken en heel feestelijk. Ik voel me er ook goed in. Hij zit lekker, hij zit fijn. Ik ben er ook achter gekomen dat ik strapless gewoon echt het allermooiste vind. En die sluier, die maakt het toch wel echt helemaal af. Ik draag hem expres wat hoger, lekker ethisch, want dat vind ik super gaaf. En in de sluier, ik weet niet of je het goed kan zien, zitten dus ook die kleine steentjes. En ik moet wel zeggen, die sluier maakt het helemaal af, maar ik moet wel heel erg wennen aan ja, zo'n gevaarte op mijn hoofd. Maar ik vind het wel heel erg mooi. Ik voel me hier echt, echt een bruid in. Nou, ik ben dus in de winkel AMB Fashion vandaag, gespecialiseerd in plus-size bruidskleding. Niet alleen voor vrouwen, ook heren kunnen hier terecht. Ja, klopt. Welke maten verkoop je? Voor de heren verkopen we vanaf maat kostuummaat 56 tot 82 en bij de dames vanaf 44 tot 70. Oké. En als een bruid bij jou komt, hoe gaat dat dan? Nou, we gaan eerst gezellig even zitten aan tafel. Even een kopje thee of een kop koffie drinken. Dan, dan vraag ik wat vragen. Want ik wil natuurlijk weten, wat voor bruiloft heb je? Wanneer ga je trouwen, in de zomer of in de winter? En heb je wensen? Ja. En als we dat hebben, nou ja, dan gaan we gewoon lekker passen. Oké. Okay. En als een bruid nou een heel specifiek beeld in haar hoofd heeft, is dat nou makkelijk voor jou of juist niet? Of? Nou, het is voor de bruid soms heel moeilijk. Want als ze binnenkomen met een plaatje en zeggen, deze jurk wil ik. En we doen hem aan. En dan staat de jurk niet. Dan moeten ze het knopje omdraaien. Dat is heel moeilijk. Ja. Dus dan voordat ze dan eindelijk een jurk heeft gevonden, zeg maar, die ze wel mooi vindt. Ja, dat kan soms wel eens twee of drie weken tussen zitten. Ja. Dus liever open-minded binnenkomen en gewoon van alles passen.
dan echt met een plaatje binnenkomen van deze jurk wil ik. Ja, want dat is gewoon lastig. Dat is heel lastig, ja. En welke maten hangen hier om te passen? Want ik heb net wat jurken gepast. Ja. Ik was echt ontzettend blij verrast dat ik ook alles aan kon. Want ik heb toch confectiemaat 46-48. Welke maten heb je hier hangen om te passen? We hebben vanaf maat 44 tot 70 hangen. Dus je hebt alle maten hier alle maten hangen. Ja. Super. En 44, bruidsjurk, zit je ongeveer aan de 42. Grote maat 40, confectiekleding. Oké, en hoe werkt het nou? Want ik zie over het algemeen wit of roomwit, ik weet niet hoe je dat noemt, jurken hangen. Hoe werkt het nou als ik een andere jurk of een andere kleur zou willen? Ja, kan niet bij alle jurken, maar bij bepaalde leveranciers hebben stofstalen. En dan kan je zeggen van, nou die jurk, dat kant wil ik in een kleurtje. Of ik wil de onderlaag wil ik in een kleurtje. Dat kan allemaal. Ja. Oké. Ik hou van de strapless jurk. Maar niet alle vrouwen houden van blote armen of blote schouders. Nee. Wat voor oplossing heb je daarvoor? Ja, op elke strapless jurk kunnen we mouwen aanzetten, schouderstukken aanzetten. Oh. We hebben jasjes voor eroverheen. Kan allemaal. Perfect. Ja, geen probleem. En daarnaast heb je ook sieraden. Ja. Armbanden, ook voor de wat groffere pols. Klopt helemaal, ja. En sommige kunnen ook echt op maat gemaakt worden. Dus dan maak ik even een maat op. En dan dat geldt ook met de kettingtjes. Alles kan op maat alles gemaakt kan worden. Op maat gemaakt worden. Nou, super. Ja, leuk. Ik wil je ontzettend bedanken voor deze geweldige ervaring. Ik heb nog nooit een trouwjurk in mijn leven aangehad. En ik vond het echt zo magisch en leuk. En ik vond het ook heel fijn hoe je me hielp. Heel attent, heel lief. Je hebt me met alles geholpen. Ja. En ook ontzettend bedankt voor alle tips die je hebt gegeven. Ja. Ik denk ook dat de dames die gaan trouwen daar echt absoluut wat aan zullen hebben. Ja. Ik laat hieronder eventjes een linkje achter naar de contactgegevens van Evelien. Ze werkt alleen op afspraak, het is in Lelystad. Je kunt hier heel makkelijk parkeren en in alle privacy jurken passen. Bedankt voor dat je hebt gekeken. Ik hoop dat je het mee eens bent, de jurk die ik heb gekozen. Zo niet, laat dan weten welke jij het mooist vond staan. En ik zie je online.